Sinds zeg maar, dat de vergunningen zijn afgegeven door de gemeente, en dat is nu 1,5 jaar geleden, kunnen we dus nu ook daadwerkelijk zeggen van dat wij gestart zijn met de bouw van het park. En dat is dus wel snel, gezien dus ook de voorbereiding die wel nodig is om zoiets te kunnen realiseren. Dus, en we hebben daar de hulp bij nodig gehad van banken natuurlijk en investeerders. En het idee is dat eind van dit jaar, in december, dat het hele park al staat en stroom levert. Maar als ik het zo zie, is er voor de rest geen eigendom van de gemeente op die locatie meer. Dus we hebben dat deel wat van de gemeente was, volledig gekocht. Hoe lang blijft dat bestaan? Het project start dus 1 december of eind december en heeft een vergunning voor 25 jaar. Dus 25 jaar lang levert het project stroom aan het net. Hoe lang kunnen particulieren daar ook in deelnemen? Nee, we hebben het zo gerealiseerd dat wij voor het overgrote gedeelte het gefinancierd worden met geld van Bank Nederlandse Gemeente. Bank Nederlandse Gemeente is natuurlijk wel geld van u en ik. En daarnaast een deel dus met geld van investeerders uit Denemarken. Wat we wel kunnen doen en wat we dus aanbieden is dat mensen hier in Almelo woonachtig tegen een aantrekkelijk tarief stroom geleverd kunnen krijgen uit het zonnepark. Is dat eigenlijk wel goed om landbouwgrond te onttrekken aan het gebruik en daarvoor in de plaats energie te produceren? Wij maken altijd die afweging van in hoeverre doen we dat. En dus, op sommige locaties zeggen we van oké, dan is het raadzaam om te doen. Vooral in gebieden wat uiteindelijk een andere bestemming zou krijgen. Zoals ook deze locatie waar uiteindelijk in eerste instantie woningbouw zou worden gerealiseerd. En dat gebeurt dus nu niet. We hebben ook zo'n locatie in de buurt van Schiphol. Daar zou ook iets van bedrijfsbestemming uiteindelijk komen. En dat zijn voor ons zijn dat dan, wij noemen dan wachtlandschappen. Dat we zeggen, nu komen er zonnepanelen. En na 25 jaar zou er best misschien dan toch die woonwijk komen. Maar nu in ieder geval niet. Dus dan is het ook wel afgezekerd voor die tijd ook. En dan is het een ander soort van oogst wat plaatsvindt. Dat is oogst voor energie.